En dan is nu tijd voor beelden van de Beneden Pijl Kart Contest 2011. Alle vrijwilligers die gaan vanmiddag de baan op om het tegen elkaar op te nemen. Laurien had de camera mee. Laurien, hartstikke leuk. Dat leverde spectaculaire beelden op. We gaan de zogenaamde endurance rijden. Je rijdt in teams van 2 om zijn beurt in de kart. En om de 10 rondjes wissel je in de pitstraat. En dat is zo'n 40 minuten lang, dus dat is aardig wat wisselen. U ziet, het is redelijk mooi weer. En hier wordt er geformeerd voor de start. En de tijd gaat in. We gaan 40 minuten karten op een buitenkartbaan in Lelystad. Het is zo'n 18 graden. En dat betekent dat de baan niet heel erg heet is en dat je snel kan slippen. En het leverde wel spectaculaire beelden op, hoor. Kijk eens hier, de onboardcamera. En hier zien we nummer 31, die gaat traag. En Annabeth is dat met nummer 7, die spint haar. Spannend, het gaat natuurlijk allemaal om die tijd, want dit kost tijd. Heel veel tijd en dat moet je straks dan weer zien in te halen. Christian die begeleidt het allemaal en dat weet je heel erg goed. Annabeth is weer onderweg. En er werd hard gereden hoor, snel. Kijk eens, nummer 3, nummer 13. Hier ook weer mooi. Een lastig stuk daar om die buitenbocht te nemen. Dan kan je eventueel gaan inhalen. Laten we even gaan kijken naar de tussentijden. Oh, Lex en Marcia, die liggen nu op de eerste plek. Dit betekent nog 2 rondjes en dan een wissel. Het gaat echt om het zijn van een team. Samenwerken, snelheid, maar ook goed nadenken. Oh, daar gaat er iemand afzeggen. Wie is dat? Ik kan het niet zien. Hier de chicane, lastig. Dan kan je met een hoge snelheid doorheen. En dan links, rechts. En dan ben je er doorheen. Dit is het bord. En dat wil je niet zien. Achterin zie je Christian staan. Als hij die omhoog houdt, heb je een penalty. Moet je de pitstraat in. En eventjes, je zag het net, die blauwe vlag verwisselen. Lex en Marcia liggen nog steeds mooi bovenaan. Ivo en Dick liggen gevaarlijk tweede. Dit is een wissel. En nu liggen Ivo en Nick liggen eerste heel goed. Marcia die is gigantisch gespind werd. Dus Ivo en Nick ruiken nu hun kans. Kijk, er wordt volop gestreden hoor. Pitstop voor nummer 7, juist. Nummer 7 wil een wissel. Snel, door. Het gaat om een snelle tijd. Snelle wissels, hard rijden. Wie komt er na 40 minuten als eerste over die finish? Dan is het moment daar. Ivo en Dick, gefeliciteerd. Jullie waren het snelst. Volgend jaar weer, maar dan winnen wij.